Zuurstok aardige kerels. Volgende rit. Laatste belangrijke rit, want hier moet het dan gebeuren. Uitsluiten moet er nu komen omtrent de medailleverdeling van deze 1500 meter. Want als Gaëtan Boucher zometeen heeft gereden tegen DCP Houdin Merdovic uit Joegoslavië, dan weten we hoe laat het is. Hier is hij, de tweevoudig Olympisch winnaar van Sarajevo. Daar was hij de grote man bij de schaatswedstrijden toch wel. En hier kwam hij er net niet aan op de 1000 meter met die vijfde. Oude luipe tribune. Enthousiasme over bij het publiek, spanning ook bij het publiek. Want men voelt, men weet dat dit de laatste Canadese kans is op een schaatsmedaille. Men had dat eerder gehoopt en verwacht ook wel een beetje op de kortere afstanden. Het kwam er niet van, maar nu dan misschien. Hij is gespannen, Boucher. Want hij veroorzaakt niet zo vreselijk vaak een valse start. Nu doet hij het wel. In ons ochtendprogramma kwam hij heel rustig, heel sympathiek over. Zijn vrouw, West-Duitse. Wie die heeft leren kennen niet. Tweede startpoging. Heel belangrijk dit. Goed, hij is weg. Hij moet natuurlijk een beetje inhouden. Een beetje voorzichtigheid in acht nemen bij die start. Maar daar gaat hij dan. Aan zijn tegenstander heeft hij natuurlijk helemaal niks. Merdovic uit Joegoslavië. Onbetekenende man als het op schaatsrijden gaat. Het gaat dus alleen om deze Gaëtan Boucher. We gaan het eenmaal vergelijken met de tijden van Hofman. Want daar gaat het tenslotte om. 24-43 was dienstopening. En hier is Boucher, 24-27, goedemorgen. Het is verschrikkelijk snel, maar, is het ook verschrikkelijk verstandig? Dat zal moeten blijken. Als hij maar niet, net als op die 1000 meter weer, te vroeg in elkaar gaat, zit er altijd in als je zo als een bliksemschicht van start gaat. We gaan naar de 700 meter. Tijd van Hofman, 52-63, boven in de beeld. 52-63, Boek 52-49, Boucher. Het publiek is enthousiast, het publiek gaat op de banken, maar... Kom er af in die volle rondes. Hij gaat goed, zijn technisch natuurlijk perfect in elkaar wat hij laat zien, dat zijn we van hem gewend. Maar hoe lang kan hij de volle snelheid blijven etaleren? Dat is de vraag vandaag. Durft hij het vandaag, kan hij het vandaag? We gaan naar de 1100 meter. 1.21.68 is het de kloppe tijd. En hij zit nog steeds in de buurt. 1.21.85. 1.21.85. Het kan nog steeds. Maar dan moet hij een hele goede slotronde rijden. En dat doet hij niet. Ik vrees dat het niet in orde gaat komen met Boucher. Kijk eens naar het wapperende linkerhandje daar op die rug. Ten teken dat hij aan het vechten is. Aan het worstelen is. Oh, dan is het evenwicht helemaal weg. Nee hoor, het kan niet meer. Kijk eens hoe die man kapot zit erdoor. Dezelfde fout die hij onder de 1000 meter maakte, maakt hij hier weer. Te snel van start gegaan. En dus betekent dat je het net niet haalt. Hier is zijn eindtijd. 1.54.18. Het is jammer, het is een moedige poging. Maar ook een beetje een onverstandige poging. En dat betekent dat, en we mogen het eigenlijk wel zeggen nu, definitief het goud gaat naar de uiterst verrassende André Hofman uit de DDR. En dat het hoogstwaarschijnlijk zilver voor Eric Flame, de Amerikaan, is. En dat het brons voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Spelen op de schaatsonderdelen naar Oostenrijk gaat, naar Michael Hatschi. Vreugde en verdriet, dicht bij elkaar, zoontje daar, huilend. Maar ja, wat wil je? Hij heeft het geprobeerd, hij heeft alles of niks gespeeld. En dat is ook inherent aan Olympische schaatswedstrijden. Het is alles of niks, het werd niks.